Nogmaals, goedemorgen iedereen en welkom bij dit webinar waarbij we het gaan hebben over de DigiCoach als regisseur van de gebruikersondersteuning. Mijn naam is Jelle van Deurzen van TTS en ik verzorg deze webinar vandaag samen met mijn collega Henk Arts en Peter Vlaanderen van DigiFit. Voordat we van start gaan met deze webinar, enkele huishoudelijke zaken vooraf. Nou, allereerst, iedereen staat automatisch op muted. Dat wil zeggen dat we jullie niet horen en overigens ook niet zien. Mocht u vragen hebben, stel ze gerust, graag zelfs, maar doe dat dan aan de hand van de chat of questions panel aan uw rechterzijde in de GoToWebinar tool. In principe worden de vragen achteraf behandeld, maar zie ik tussendoor ruimte en ook de urgentie om bepaalde vragen te laten beantwoorden, dan grijp ik tussendoor in en behandelen we deze vraag gewoon tussendoor. De presentatie en ook deze opname van de webinar zal achteraf worden verstrekt aan jullie, ook inclusief alle bronnen voor aanvullende informatie, dus ook de PowerPoints en dergelijke krijgen jullie achteraf gedeeld. Nog even kort de inhoud van vandaag. Waar gaan we het vandaag dan over hebben? Nou, allereerst, en dat zal Peter op zich nemen, even eigenlijk algemeen verhaal van de uitdaging met betrekking tot digitale vaardigheden in de zorg. Dan gaat Peter het hebben over het DigiCoach-model en dan ook met name over welke uitdagingen daaraan ten grondslag liggen. En Henk, mijn collega, gaat iets laten zien over de gecombineerde inzet van DigiCoach en een digitale adoptieplatform. Eén manier om de DigiCoach te faciliteren in zijn of haar werkzaamheden. Nou, dat gezegd hebbende, dan geef ik jou graag het woord, Peter. Oké, dankjewel. Even kijken hoor. Ja, je kunt nu de presentatie overnemen als het goed is. Ja. Ja. Oké. Ja, goedemorgen. Ja, ook hartelijk welkom vanuit mijn kant. Ik hoop dat we jullie een interessante webinar kunnen bieden. Maar ik denk dat het goed is om eerst eventjes naar de kennis te maken. Want wie is DigiFit? Ja, DigiFit is een kleine organisatie die nou, zo'n 2 jaar geleden gestart is. We zijn feitelijk gestart vanuit het idee dat er vanuit de EPD en de ECD-implementaties die we toch regelmatig begeleid hebben, nou, de nodige gebrek aan digitale vaardigheden ten grondslag lag. En we hebben gezegd van nou, dat betekent dus dat we op dat vlak toch het een en ander moeten doen rondom die digitale vaardigheden. Nou, ondertussen hebben we een clubje met zo'n 7 personen. We zitten in Baren en we hebben een aantal oplossingen die jullie ook terug kunnen vinden op de website digifit.nl. Insteek is in ieder geval om de medewerkers in de zorginstelling blijvend digitaal vaardig te krijgen. En daar staan we dan ook voor. Nou, dan gaan we even naar het verhaal. Even wat inleidende slides rondom het onderwerp. Ik denk dat dat wel herkenbaar is. Dat veel gebruikers in de gebruikersorganisatie toch onbewust onbekwaam zijn in hun digitale vaardigheden. En dat vind je terug onder andere op het vlak van de applicatievaardigheden. Ja, bijvoorbeeld rondom EPD, ECD, maar ook in Office. Ook onvoldoende kennis van wat je zou kunnen en moeten doen. Bijvoorbeeld rondom wetgeving privacy. En wat wij wat minder vaak tegenkomen rondom het onderwerp digitale vaardigheden. Maar wat we wel denken dat van belang is, is de inzicht in de digitale transformatie zelf. Hè. Dus wat gebeurt er rondom e-health? Welke oplossingen zijn er? Nou ja, wat gebeurt er rondom AI, domotica, robotisering, et cetera. Maar ook datgene wat de overheid feitelijk allemaal over ons uitstort rondom die digitale transformatie. En dan heb ik het over gegevensuitwisseling in de zorg, maar bijvoorbeeld ook met betrekking tot de PGO's. Ik denk overigens dat er ook onder jullie. Zie mensen zitten die niet weten wat een PGO is. Is die gek? Ik kom die vraag heel vaak tegen. En misschien als je zegt van joh, wat is een PGO? Zet hem even in de chat. Dan zullen we die zeker ook vanuit onze kant straks eventjes beantwoorden. Maar goed, in ieder geval kijkend naar het vraagstuk. Hebben we gewoon te maken met een normaalverdeling. De adoptiecurve van Rogers. Die jullie denk ik ook wel bekend zal zijn met links de early adopters en rechts de digitale starters. En de bulk, ja, die zit in het midden.
En die digitale transformatie die zorgt ervoor dat die hele curve van rechts naar links moet bewegen. En de digitale vaardigheden, het staat er ook, ja, die blijven daar altijd dan in achter. Hè? Dus er staat een gat tussen die transformatie en die vaardigheden. Nou, de vraag die je kunt stellen is natuurlijk, is dat erg? Ik denk zeker vanuit een management optiek is dat echt wel een punt waar veel aandacht aan geschonken moet worden. Gelukkig is het ook zo dat we in de afgelopen 2 jaar ook op managementniveau hier flink wat aandacht aan is geschonken. Alleen ik denk wel dat dat toch ook wel enigszins voortkomt uit het feit dat men met name kijkt naar de digitale starter en niet naar het gehele probleem. De productiviteit is daar natuurlijk een belangrijk aspect in. Dat is wel een lange tijd terug, zo'n jaar of 10 geleden, een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek geweest. En die heeft aangetoond dat het productieverlies als gevolg van gebrek aan digitale vaardigheden rond de 3,6% ligt. Nou, de onderzoekers die dachten overigens toen al dat dat percentage waarschijnlijk wat hoger zou liggen. En ik denk dat we op dit moment nog steeds met dit percentage te maken hebben. En ik denk zelfs dat die rond de 5% ligt. Daarnaast is het zo dat de uitdaging rondom de digitale vaardigheden te weinig rendement in vanuit de investeringen opleveren. Een bestuurder zei mij anderhalf jaar geleden, is van ja, weet je, we hebben recent enorm geïnvesteerd in een EPD. We hebben zo rond de 40 miljoen geïnvesteerd. En zit ik op het gevoel dat wij een hele dure en mooie Ferrari hebben gekocht. Maar er zijn heel weinig mensen die daarin kunnen rijden. Nou ja, en daarnaast die versnelling en die digitalisering is ook onvoldoende aanwezig. En dat gat, dat wordt alleen maar groter. Maar bovenal, en dat vinden we toch ook wel het allerbelangrijkste, is dat die medewerkerstevredenheid toch op een aantal punten echt wel onder druk staat. En voorbeelden zijn er natuurlijk ook aanwezig. Mensen die zeggen van, joh, weet je, ik stap uit de zorg. Ik ben in de zorg terechtgekomen om met name met zorg bezig te zijn en niet met computers. Dus het is echt wel een probleem. Nou, de digitale vaardigheden en de transformatie. Peter, even tussendoor, even met betrekking tot de laatste slide, kreeg ik een vraag die wel relevant is. Ja. Ik krijg namelijk de vraag welk wetenschappelijk onderzoek hier daadwerkelijk aan ten grondslag ligt. Weet jij dat zo te beantwoorden? Ja hoor, die kunnen we ook toesturen. Het is een wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Twente. En ik meen te herinneren dat dat Alexander van Deursen is geweest die dat heeft gedaan. En nogmaals, we kunnen dat onderzoek ook toesturen straks na afloop van de webinar. Ja, dankjewel Peter. Ja. Nou, even terug naar ons plaatje met de curve. Het gat tussen die transformatie en die vaardigheden, die kunnen dus heel goed ingevuld worden. En dat zien we ook met de digicoaches. Dus wij zien dus ook dat die digicoaches daarin een hele belangrijke rol vervullen. Maar goed, de focus lag en ligt in ons optiek wat wij meekrijgen. Met name ook bij de digitale starter. En de vraag is, wat doen we dan met de billijke medewerkers? Hè? Dus die middencategorie. Dus hoe gaan we dat verder oppakken? En ligt dat, betekent dat dan dat de focus minder op die basale digitale vaardigheden komt te liggen en meer op de applicatievaardigheden? En wat betekent het uiteindelijk ook voor de rol van de digico's? Hè? Want die zal natuurlijk een veel grotere populatie dan moeten gaan bedienen. En ik denk dat sommigen onder jullie op dit moment daar dan denk ik ook al mee bezig zijn. Maar goed, even kijkend naar het vraagstuk, denk ik dat we daar heel goed de eindtermen van het FVG voor kunnen bijpakken. De functiewaarderingsgroep, Stichting Functiewaarderingsgroep, die heeft samen met digivaardigindezorg.nl vorig jaar, ik denk zelfs anderhalf jaar geleden al, een set aan eindterm opgeleverd, waarin bijvoorbeeld een VVT-verpleegkundige voor wat betreft de digitale vaardigheden aan zou moeten voldoen. Het is een hele set geworden, ruim 400 stuks,
We denken dat daar ook wel behoorlijk wat detail eindtermen in zitten. Maar goed, als je dat soort eindtermen eruit haalt, dan hou je toch nog een heleboel over rond de 250. En dat betekent dat als je daar naar kijkt, dat het vraagstuk om te voldoen aan die digitale vaardigheden ook gewoon een forse opgave is. En dat betekent dat er niet alleen naar applicatievaardigheden gekeken moet worden, maar ook naar de basale digitale vaardigheden. En daar ligt natuurlijk ook weer dat vraagstuk rondom die onbewuste onbekwaamheid. Uiteindelijk is het wel zo, en dat krijgen we iedere keer weer terug, dat de vraag en de behoefte voor die bulk of bij die bulk, die ligt met name bij de applicatievaardigheden. Maar goed, de grote vraag is natuurlijk ook dan, hoe kan de digicoach die bulk aan? Nou, wij denken dat het belangrijk is om te beginnen door onafhankelijk het gat per medewerker vast te stellen en daarmee de medewerkers ook bewust te maken. Er is een prachtige scan op de site digivaardigindezorg.nl, een zelfkennisscan. Ik heb er zelf ook een bijgedragen en ik denk dat die op zich een prima start is, alleen hij is niet representatief in de zin dat hij aangeeft waar iemand daadwerkelijk staat. Er zit een bias in, dat weten we. En het is denk ik wel belangrijk voor die bulk om dat gat zo, nou ja, zo representatief mogelijk vast te stellen. Dat doen wij dan met de TOSA-scan. En die scan die vergelijkt dan ook datgene wat iemand laat zien in die scan met alle duizenden die daarvoor die scan gemaakt hebben. Los daarvan is het denk ik belangrijk om zoveel mogelijk geautomatiseerd en online te trainen en support te bieden. Want ja, weet je, je hebt nu eenmaal met die bulk te maken en ik denk dat dat dan ook eigenlijk de enige route is. Wat daarnaast denk ik ook belangrijk is, is om zoveel mogelijk diversiteit aan te bieden. En ja, voor de een past een type training beter dan bij de ander. En dat kan zelfs ook nog betekenen dat je in bepaalde gevallen zelfs fysiek training gaat bieden. In sommige gevallen is het zelfs ook nog zo dat het ook heel effectief kan zijn, ook voor de bulk, om bijvoorbeeld één op één training te bieden. Maar goed, dat zijn zeg maar meer de uitzonderingen en trouwens ook heel erg kostbaar. Uiteindelijk is denk ik wel een hele goede oplossing om met die bulk aan de gang te gaan. Dat zijn de performance support oplossingen. Nou, performance support oplossing, dat zijn de oplossingen waar TTS voor staan. En die zijn denk ik dan ook gewoon prima en uitstekend geschikt om die applicatievaardigheden te verbeteren en te ondersteunen. Maar goed, de grote vraag is en blijft wel iedere keer terugkomen. We willen graag aan die digitale vaardigheden werken, maar er is geen tijd. We hebben geen tijd om dat te doen. En de vraag die daar dan weer naar boven komt is, wie pakt dan uiteindelijk de regie? Peter, mag ik inbreken? Ja. Ik heb een aantal vragen binnengekregen met betrekking tot je laatste slide. Ja, één vraag in betrekking op welke scan. Nou, die zullen we wel delen, om welke scan het gaat. Die delen we met, ook als bron met jullie. Ja. Dan krijg ik de vraag, kan iemand die niet digivaardig is, overweg met online training? Nou, dat is exact denk ik ook een vraag die uiteraard primair bij de digicoaches zou moeten liggen. Wij zijn van mening dat de digitale starters het beste met de digicoach fysiek op weg geholpen kan worden. Daar zijn dus niet die online en die geautomatiseerde trainingen voor bedoeld. Die geautomatiseerde en die online trainingen zijn echt bedoeld voor de bulk, hè, dus de middencategorie, in die curve die ik aan het begin van de presentatie liet zien. Hè, dus de rechterkant van die curve, die digitale starter, die kun je toch echt het beste bedienen door fysiek naast iemand te gaan zitten. Ja, nee, helder. En dan nog een laatste vraag met betrekking tot deze slide. Hoe weet je tot welk niveau je kennis moet testen? Dat is altijd een dilemma. Dat wordt ook nog aan toegevoegd. Nou ja, kijk, wat wij bijvoorbeeld, nou toch even iets over die TOSA-scan. Het aardige van die TOSA-scan is dat het niet alleen de kennis meet, maar ook de vaardigheden. Dus hij opent bijvoorbeeld een applicatie. En dan vraagt hij om een bepaalde handeling te verrichten. Dus hij opent bijvoorbeeld Outlook en dan vraagt hij om een afspraak in te plannen.
Dus hij meet ook gewoon de vaardigheden. En wat hij uiteindelijk doet, is dat hij een rapportage oplevert waarin aangegeven wordt wat je goed doet en wat je minder goed doet. En dat is dan ten opzichte van het niveau wat je op dat moment laat zien. Het is trouwens ook een scan die adaptief is. Dus hij vergelijkt je. Dus hij kijkt naar het type vraag wat je aan kan. En als je complexere vragen aan kan, dan krijg je ook complexere vragen. We hebben daarvoor een database met ruim 300 vragen. Dus het is allemaal heel erg persoonsgericht. We kunnen daar wel meetwaarden in stoppen. In de zin van, nou ja, weet je, je zult een zeker niveau moeten halen. Wil je als bijvoorbeeld verpleegkundige laten zien dat je voldoende digitaal vaardig bent. Maar goed, dat is een aanvulling. In de basis laat hij zien wat je op dit moment goed kunt en waar jouw verbeteringen liggen. Maar goed, dat eventjes ten aanzien van de scan. Misschien is het goed om toch even door te gaan, Jelle. Je kunt verder gaan, ja. Even kijken. Ja, weet je, de vraag is natuurlijk uiteindelijk wie pakt de regie in die gebruikersorganisatie op, hè? Dus ligt het bekwamen van het applicatiegebruik alleen bij de key user? En als het dan bij de key user ligt, worden daarmee ook de basale digitale vaardigheden meegenomen. Want de key user die kijkt feitelijk alleen maar naar het applicatiegebruik. En wie bepaalt uiteindelijk wat goed of goed genoeg is? Hè? Ook een beetje gerelateerd aan de vraag die net gesteld is. En wie zorgt uiteindelijk voor de investeringen in het trainen en het bekwamen van die eindgebruikers? Kortom, wie is de eigenaar van de digitale vaardigheden in de organisatie? Even de volgende slide erbij pakken. Nou, met deze vraag kun je natuurlijk ook de vraag stellen, wie zorgt er uiteindelijk voor een proactieve aanpak van de digitale vaardigheden? Want uiteindelijk is het zo dat de key users richten zich, wat ik net al zei, vaak op één applicatie. En geven alleen ondersteuning bij vragen en geven training op het moment dat er belangrijke upgrades zijn. Maar gaan dat niet zomaar productief doen. ICT, die zegt, ja, weet je, wij zijn van ICT en we zijn zeker geen eigenaar van de digitale vaardigheden. We hebben een helpdesk, kun je bellen en we hebben een kennispagina en dan houdt het ook wel op. Daarnaast hebben we ook gelukkig programmamanagers en projectleiders die met digitale vaardigheden bezig zijn. Maar ja, dat zijn projecten of programma's die juist opgezet zijn om die digitale vaardigheden een boost te geven. Maar dat zijn tijdelijke rollen. En dat betekent niet dat je daarmee structureel iets inregelt in je organisatie. Dus wie behoudt uiteindelijk het totaalbeeld rondom die digitale vaardigheden? Wij denken dat de digicoach of sommige digicoaches best wel een dergelijke rol als regisseur of coördinator rondom de digitale vaardigheden zou kunnen oppakken. Waarom? Omdat de digicoach opgesteld staat namelijk voor alle gebruikers en ze weten het beste toch wat en waar de diva-behoefte ligt. En richten zich niet alleen op de basale digitale vaardigheden, ook op de office- en applicatievaardigheden, hoewel ze natuurlijk ook echt wel op een aantal vlakken zelf inhoudelijke kennis ontberen. En dan is een key user op dat punt veel meer in staat om die inhoudelijke kennis te bieden. Maar misschien nog het belangrijkste, ze hebben vaak ook wel een rol die structureel en blijvend is ingebed. Dus kijk het even naar die key users, om even een voorbeeld te geven. Wat wij heel vaak zien is dat key users vaak aangesteld zijn bij naam. En er wordt gezegd, ja, voor deze afdeling is Jantje key user en voor die afdeling is Pietje dat. Maar goed, er zijn geen uren toebedeeld aan de key user. Er is misschien geen rolbeschrijving. Het is ook niet structureel vastgesteld in de zin van dit is uiteindelijk op dit moment de lijst met key users. Hè? Dus het is feitelijk iets wat er vaak bij komt, wel effectief kan zijn, maar het is niet structureel ingeregeld. Dus de vraag die daarbij dan ook gesteld wordt, als we kijken naar de digicoach, als regisseur of coördinator, kan die dat wel? Hè? Want die digicoach is opgeleid als coach. Nou, ik denk dat daar echt wel een invulling gegeven kan worden voor misschien sommige digicoaches, ook de digicoaches die dat willen. Door bijvoorbeeld aan te geven dat ze
in ieder geval opgesteld staan om de digitale vaardigheden voor de hele organisatie en alle gebruikers in beeld te brengen. Ze zouden ook heel goed in mijn optiek de key users kunnen aansturen om gebruikers te ondersteunen. En ze zouden bijvoorbeeld met ICT kunnen overleggen over aanvullende geautomatiseerde DIVA-ondersteuning. En ze zouden bijvoorbeeld ook met het management kunnen overleggen voor een stukje budget op dat vlak. Hè, want we lieten net even zien van, je zou bijvoorbeeld een mix moeten hanteren voor de bulk. Nou, het is bijvoorbeeld, zou niet verkeerd zijn om te zeggen dat je een bepaald vast percentage aan kosten kunt reserveren voor gebruikers als onderdeel van de personeelskosten. En ik denk dat bijvoorbeeld 1% van de personeelskosten best structureel aangewend zou kunnen worden voor gebruikers om hun digitale vaardigheden te verbeteren, dan wel op dat vlak te ondersteunen. In ieder geval is ook even de vraag van, is het daarmee tijd voor een nieuwe rol of een functie? Bijvoorbeeld een DigiCoach Plus of een DIVA-coördinator of, nou ja, geef het maar een naam. Nou, dan ga ik even naar mijn laatste slide, hè, dus hoe nu verder. En ook een beetje, nou ja, zoals ze dat ook wel in goed Nederlands noemen, de takeaways. Wat zou je kunnen doen? Nou, kijk in ieder geval eens naar je eigen gebruikersorganisatie. Wie is nu de DIVA-eigenaar? En dan heb ik het niet over de raad van bestuur, hè, want de raad van bestuur is natuurlijk eigenaar van alles. Maar op het niveau daaronder. En wie vindt dit nu echt als eigenaar een probleem in de eigen organisatie? We hebben vaak met HR gesproken. Die zeggen, ja, weet je, uiteindelijk is het iets van de lijn en wij ondersteunen de lijn. De zorgmanagement die zegt van, ja, wij zien onszelf ook niet direct als eigenaar. Nou, we hebben met CMIO's gesproken, CNIO's. Ja, die zien het ook direct niet echt als hun eigendom of zij als eigenaar. Nou, ICT heeft het al over gehad. Dus wie is bij jullie nu de DIVA-eigenaar? En de vraag die daarbij ook speelt is natuurlijk, ja, waar ligt dan uiteindelijk structureel de integrale regie en de coördinatie op dat vlak? Hè? Dus sommigen hebben dan op dit moment een project draaien. Nou, daar kun je dus op dit moment natuurlijk die regie en de coördinatie liggen. Maar waar ligt het uiteindelijk structureel? En hoe is de interne samenwerking rondom DIVA ingeregeld? De verhoudingen, de relaties, de samenwerking met key users, met ICT, nou ja, et cetera. Maar goed, kijk ook eens naar die support mix, die training support mix voor de bulk. Ik denk dat dat ook een belangrijk aspect is om dat nou ja, te bekijken en daar nou ja, misschien wel zelfs een stukje beleid op te maken. In ieder geval aan te geven wat belangrijk is voor de mensen in die bulk en hoe je ze, wat ik net al zei, voor ieder wat wils zou kunnen ondersteunen. Maar uiteindelijk is voor die bulk in onze optiek de inzet van performance support essentieel. En gaat je ook ontzettend goed helpen om, nou ja, die bulk een slag mee te geven in het digitaal vaardig zijn. En zeker ook op applicatievlak. Maar goed, daar geef ik het woord aan Henk. Want Henk weet alles van performance support en datgene wat hij is wist te bieden. Oké, goed. Horen jullie mij? Ja, je bent hoorbaar. Oké, prima. Dan begin ik. Pak graag over van Peter. Inderdaad, ja, hoe gaan we die de totale organisatie ondersteunen? Dus ook de bulk. Peter noemde het performance support. Dat is inmiddels een nieuwe term in omloop. En die heet dan digitaal adoptieplatform. Maar in principe praten over hetzelfde en dat wil ik graag uitleggen wat het is en ook een concreet voorbeeld geven van hoe dat er, sorry, dat moet ik even wegdoen, hoe het eruit ziet. Nou, wat is het nou eigenlijk? Het is een digitale adoptieplatform is een digitale oplossing ook, die in principe dadelijk elke medewerker ter beschikking heeft en die oplossing ziet de context van de medewerker. Dus dat wil zeggen, in welke applicatie is een medewerker aan het werk? En dat kan in principe elk ECD of EPD, Microsoft 365, maakt eigenlijk niet uit welke applicatie. We zien waar een medewerker bezig is en wie die is, dus eventueel de rol. En op basis daarvan
kunnen we precies die instructie verstrekken die past bij die context. En daarmee worden mensen zelf redzaam en hebben eigenlijk altijd de kennis beschikbaar op het moment van behoefte. En daar, omdat het voor meerdere applicaties kan werken, dus wel voor EPD-systeem als bijvoorbeeld voor medicatie, als voor hosting, als voor Microsoft 365, heb je op een gegeven moment dan één punt, en dat is in ons geval het sinaasappeltje, waar mensen de informatie vinden op het moment dat ze in een tegen een vraag of een probleem aanlopen met betrekking tot die vaardigheid. Daarmee creëer je dan ook één punt van waarheid als je dat goed weet te onderhouden. En het systeem is daar toe ingericht dat het maken en onderhouden van content eigenlijk super eenvoudig is. En ook makkelijk door DigiCoach kan worden gedaan, want die heeft tenslotte de kennis van waar de pijnpunten zitten. En daarmee creëer je dan ook één punt van vertrouwen. Nou, en dan heb je in feite een samenwerking tussen DigiCoach en een digitale adoptieplatform waarbij je een perfecte eerste lijns ondersteuning kunt hebben. Laten we even nog kijken naar het concept van zo'n digitale adoptieplatform. Nou hebben wij het volledig gebaseerd op een principe en dat heet de 5 moments of need. Dat zullen jullie wellicht niet kennen. Dat is een bepaalde visie op leren, een methodiek. En die maakt onderscheid tussen 5 momenten waarop mensen kennis nodig hebben. Wanneer iets nieuw is, de eerste keer, bijvoorbeeld bij als mensen nieuw binnenkomen, onboarding, of als mensen zich willen specialiseren in een bepaald stuk, dan praten we over training in feite. En dat kennen we ook allemaal en dat wordt ook ondersteund vanuit dit systeem. Maar wat het uniek maakt, zo'n digitale adoptieplatform, is dat we ook ondersteunen in de praktijk, bij het gebruik dus van de software en ook bij de alle gerelateerde kennis met betrekking tot bijvoorbeeld het zorgproces en regelgeving en al dat soort zaken die direct gerelateerd zijn aan de toepassing. Die kennis verstrekken we dus in het werk, in de praktijk, op het moment dat je het niet meer weet, van hoe zal het alweer is, of op het moment dat er een verandering is, of als er iets fout gaat. En dan heb je de 5 moments of niet. In deze demo die ik zo meteen zal beginnen, gaan we een klein stukje van de TTS Performance Suite zien. We gaan met name kijken vanuit die gebruiker. Hoe wordt die geholpen? En dan hebben we twee aspecten daarvan. En dat is de quick access. Dat is die contextgevoelige ondersteuning. En daarnaast hebben we ook een portaal waar mensen altijd, ongeacht of ze in de context zitten, toegang hebben tot kennis. Dus die twee elementen ga ik laten zien. Nou, laten we beginnen met de demo. Ik zit in PowerPoint. En jullie zien, als het goed is, rechtsonder hier in mijn taakbalk een sinaasappeltje. Op het moment dat ik daar op klik, dan kijkt de Quick Access, die kijkt in welke context zit. En je ziet, hij herkent dat ik in Office een PowerPoint 365 zit. Maar ga ik bijvoorbeeld naar mijn mail, dan zal hij ook direct zien dat ik in Outlook 365 zit. Maar ook zo ga ik bijvoorbeeld naar mijn ECD, wat ik in de demo hier heb. En dat is pluriform zorg, maar dat had elk ander willekeurig ECD ook kunnen zijn. Maar hier heb ik toegang tot een demo-omgeving. En dan zie je zeg maar de informatie verschijnen die mij kan helpen in de praktijk. Dan heb ik nog niks gezegd over wat je dan ziet. En je ziet hier heel veel informatie in die Quick Access staan. En dat komt ook omdat ik het op het hoofdscherm zit van die applicatie. Natuurlijk kan Quick Access nog niet raden wat je gaat doen. Maar stel, ik ben nieuw in de organisatie of ik moet iemand vervangen. Maar de DigiCoach is op dit moment niet beschikbaar om mij te helpen. En ik moet een aanmelding doen. Nou, op het moment dat ik hier nu op aanmelding klik, dan zul je zien dat die Quick Access nu gaat inzoomen op de nieuwe context. Namelijk, dat de nieuwe context is nu het maken van een aanmelding. En ik krijg hier verschillende categorieën ondersteuning beschikbaar. Ik zal dadelijk dadelijk wat meer in detail gaan, maar het zijn verschillende typen ondersteuning. Dus stap-voor-stap instructie, dat is eigenlijk de klik ondersteuning.
die je vaak geneigd bent als eerste te geven om iemand op gang te helpen. Dat is de snelle manier. Maar misschien heb je iets meer detail nodig. Dan heb je toegang tot andere bronnen. Dat kan ook gaan over inderdaad het gebruik van de applicatie, maar dat kan ook gerelateerde kennis zijn. We hebben toegang tot hele kleine stukjes e-learning, dus micro-learnings of simulaties, zou je ze ook kunnen noemen. Maar ook tot procesinformatie. Die categorieën die kunnen zelf worden bepaald. We hebben ook klanten die alleen de stap-voor-stap instructies vooral gebruiken. En wat minder de andere. We hebben ook klanten die hier heel creatief zijn in het aanreiken van specifieke kennis die medewerkers ondersteunt. Want daar gaat het om het ondersteunen. Nou, ik zal even inzoomen dan. Ik ben bezig met die aanmelding. En ik heb hier die stap-voor-stap instructie. Op het moment dat ik op dat icoon klik, krijg ik aan de rechterkant van het scherm. Ik blijf dus in de live applicatie en aan de rechterkant zie ik de instructie. Ik hoef die ook niet stap voor stap te doorlopen. Ik kan ook ergens anders inspringen. Dus het is geen verplichting. En leid je er doorheen. Dus die aanmelding, dat had ik al gedaan. Die knop die had ik al ingedrukt. Ik ben hier. Ik moet inderdaad eerst checken of iemand al bestaat. Nou, ik zal mijn eigen naam intikken. Misschien staat hij er al in. Want ik moet eerst kijken of ik inderdaad een nieuwe aan moet maken, of dat die al bestaat. Nou, die zit er niet bij. Dan moet ik een nieuwe cliënt. Oké. Okay. En zo kom ik, zeg maar, loop ik door die stappen heen. Als ik het niet exact weet waar ik moet invullen, dan is dan elke stap is ook een klein filmpje die je laat zien waar je dat moet doen. Ook ik moet hier beginnen. Zo, en zo heb je de ondersteuning stap voor stap direct bij de hand. Heb je meer details nodig, dan heb ik ook meer gedetailleerde instructie in de vorm van een document. Ik klik en ik heb hem meteen, ik hoef niet te zoeken. En ik heb meteen een wat uitgebreidere handleiding ter beschikking. Overigens is het maken van die instructie echt zo eenvoudig als één keer doorlopen van die instructie. En het materiaal wordt op de achtergrond automatisch gegenereerd. Dus het is niet knippen en plakken zoals dat in het verleden gebeurde. Het is niet alleen deze informatie, maar eventueel ook gerelateerde informatie die er al is. Dus alle bestaande instructies of kennis die relevant is om iemand te ondersteunen, kun je dus ook contextgevoelig aanbieden. Ik heb hier maar een paar simpele voorbeelden. Bijvoorbeeld, ik heb hier de handleiding voor de eerste verantwoordelijke contextgevoelig gemaakt. Ik klik hierop. En ik heb meteen die handleiding ter beschikking. Deze heb ik toevallig van Adapkeer ter beschikking gesteld gekregen. Vandaar dat ik hem als voorbeeld erin heb gehangen. Maar je kunt zo alle ondersteunende informatie contextgevoelig aanbieden. En dat vind ik echt persoonlijk ook de kracht van deze oplossing. Stel, een handeling of een taak is wat complexer. En je kunt dat niet alleen eventjes met stap voor stap instructies zo oplossen. Dan kun je ook een simulatie ter beschikking stellen. Dat is veiliger natuurlijk, want je werkt dan niet in de echte applicatie, maar je kunt het wel doen. Ik heb hier dus zo'n korte nugget van een paar minuutjes. De cliënt inschrijven. Het is in de huisstijl van Adapkeer, maar dat kan in de huisstijl uiteraard van de klant. En je wordt aan de hand genomen, in dit geval door Brenda. En die leidt je door dat proces. Dat kan interactief. Maar je kunt dat ook in een presentatiemodus aanbieden. Maar interactief is natuurlijk iets leerzamer, want nu moet ik het ook echt doen. Ik moet hier klikken. En vervolgens moet ik inderdaad een naam intikken. En dan moet ik verder. Klik ik fout, dan zal ik een terugkoppeling krijgen, eventueel tweede keer nog in en derde keer zal hij aangeven van hey, je had hier moeten klikken enzovoort. Ik ga het nu niet natuurlijk helemaal doen, maar op die manier kan ik een hele mooie ondersteuning bieden aan die medewerker die dan op zichzelf is aangewezen. De digicoach was niet beschikbaar, maar ik moet wel verder met mijn werk, want dat is tenslotte wat we ondersteunen. Dan ben ik bezig met die aanmelding, maar natuurlijk is die aanmelding, dat is een onderdeel van een wat breder proces. Ook die informatie kan ik ten alle tijde contextgevoelig aanbieden. Ik zit in de aanmelding.
En ik heb direct toegang tot dat proces. En dan zie ik ook het totale ambulante zorgproces in dit geval. Je ziet dat daar verschillende rollen aan zitten. Wat ik net niet heb verteld is dat die inhoud van die quick access, die kan voor de ene medewerker anders zijn als de andere medewerker, ook al zit je op hetzelfde scherm. Want dat hangt af ook van je rol, welke instructie je kunt krijgen. Je ziet hier dus die rollen. Ik kan hier zelfs mijn rol aanpassen. Zeg ik bijvoorbeeld, ik ben die ambulant begeleider. Dan zie je dat ook werkelijk, dat ik alleen maar deze stappen kan doen. En die is niet voor mij relevant. Ik zet hem even terug. Oké, eventjes terug. Op deze manier heb je dus ondersteuning. Bij in principe elke applicatie is dit mogelijk. Directe ondersteuning in het werkproces op het moment dus dat DigiCoach niet beschikbaar is. Of misschien is het wel zo eenvoudig dat ik die DigiCoach daar niet voor nodig heb. Want dat geldt natuurlijk ook voor een hele groep mensen die tot die bulk behoren. Die in feite wel digivaardig zijn, maar het soms gewoon niet weten wat de volgende stap is. Dat is de quick access. Die zal ik nu even verlaten, want ik heb ook nog het webportal. Daar zal ik nu naartoe gaan. Het webportal is een omgeving waar je altijd toegang hebt, ongeacht of je in de context zit. En dat wordt vaak gebruikt in de voorbereidende fase. Hè. Bijvoorbeeld, iemand is nieuw en je kunt naar het portal om dan bijvoorbeeld een cursus te volgen. En als ik naar cursussen ga, dan heb ik hier bijvoorbeeld dan die cursus pluriform basis staan of andere pluriform modules. En ik kan hier vanaf hier direct die modules en die onderdelen doorlopen. Dit is maar een voorbeeldje. Maar je ziet hier bijvoorbeeld ook, wat ik net liet zien, die cliënt inschrijven en intake. Die ik hier beschikbaar heb, die was ook onderdeel van de quick access. En daarmee laat ik ook zien dat elk stukje informatie op verschillende manieren binnen de oplossing wordt gebruikt. Zowel binnen de quick access, contextgevoelig, maar nu als onderdeeltje van een cursus. Maar we bieden in het portal ook andere structuren aan, bijvoorbeeld de processen. En ik heb verschillende processen binnen de organisatie. En ik heb een proces met betrekking tot Pluriform. En daar heb ik verschillende subprocessen, of processen die ik daarin ondersteun. Bijvoorbeeld het ambulante zorgproces. En zo kan ik zeg maar navigeren en de exacte informatie vinden die ik nodig heb. Nou, een andere manier waarop je het zou kunnen organiseren is bijvoorbeeld op onderwerpen. Ik zal even naar het hoofdniveau gaan. En zo kun je zelf je onderwerpen zeg maar definiëren en daar weer kennis onderhangen die ondersteunend is. Ik ga eventjes terug. Dus jullie hebben gezien de quick access in eerste instantie, dus de contextgevoelige ondersteuning op het moment van behoefte. En aan de andere kant het portaal waar je toegang hebt op het moment dat je niet in het context zit. Op het moment dat je bijvoorbeeld moet voorbereiden op een bepaalde taak. Even samenvattend. Met zo'n digitale adoptieplatform heb je dus in feite een 24/7 ondersteuning direct beschikbaar voor de medewerkers. Dus ook als de digitale of de DigiCoach niet beschikbaar is, want die is natuurlijk niet 24/7 beschikbaar. Die heeft vaak ook nog een combi-functie in de zin van zorgtaken naast de rol van DigiCoach. Maar digitale adoptieplatform is er in feite altijd. Je kunt daarmee dus een heleboel vragen al oplossen. Dus die zelfredzaamheid. En de DigiCoach kan zich dan ook concentreren op met name de wat complexere situaties of de echte digi-starter die niet altijd met deze oplossing direct geholpen is. Omdat zelfs een quick access, hoe makkelijk het ook is, is voor een digi-starter niet altijd even makkelijk. En dat realiseren we ons ook heel erg goed. Daarnaast is een heel interessant aspect dat de DigiCoach, en dat zei ik net ook al, DigiCoach is natuurlijk ook degene die precies weet
waar de medewerkers problemen hebben in de praktijk. Dus is ook precies in staat om te bepalen van welke kennis moeten we nou in zo'n digitale adoptieplatform aanbieden om de medewerkers effectief te ondersteunen. En daarmee kan de DigiCoach een hele mooie rol nemen, ook in het opstellen en het verder onderhouden, uitbreiden van zo'n digitale adoptieplatform. Want dat gaat natuurlijk niet over één nacht. Nou goed, ik denk dat je daarmee dus een oplossing hebt die, zoals Peter liet zien in het plaatje, het gaat niet alleen om die digistarter, maar het gaat om het ondersteunen van die hele organisatie. Als je nou die combi neemt van die digicoach en inzet van een digitale adoptieplatform, dan heb je mijns inziens een hele sterke oplossing om de digivaardigheden in de zorg te verhogen. Dus samen sterker, zou ik zeggen. Nou, tot slot, even samenvattend de voordelen. Dus het zit op werkplek-support, dus vragen die door het adoptieplatform al worden ingevuld. Altijd beschikbaar, makkelijk te maken en te onderhouden. Je kunt alles wat je al hebt aan kennis, kun je gewoon contextgevoelig aanbieden. Dus het gaat niet alleen om alleen maar nieuw materiaal maken. Het gaat ook gebruiken van wat je al hebt. En uiteindelijk levert dat een hele behoorlijke kostenbesparing op als je het vergelijkt met intensieve trainingen en support. Peter, dan wil ik jou nog het woord geven om wat conclusies en samenvat wat DigiVita hierin verder kan betekenen, om dat verder toe te lichten. Ja, je kunt je inderdaad even afvragen, wat is nou precies ook de relatie tussen TTS en DigiFit? Nou, DigiFit verzorgt dus dan ook de performance support of het digitaal adoptieplatform, Henk, zoals jij dat aangeeft, als een full service. En dat betekent dat wij ervoor zorgen dat dus niet alleen de tool, maar ook de inhoud, gekoppeld uiteraard aan de applicatie, beschikbaar gesteld wordt. En dat stellen we uiteraard in samenspraak met de klant, stellen we dat vast. We hebben daar zelf dan, of we zorgen zelf ook voor functioneel beheercapaciteit, die daar dan een rol in kan spelen, maar uiteraard ook in samenspraak met de klant. En uiteindelijk is dat ook een inzet die ook de updates, die dan natuurlijk in die applicatie zitten, daarin meegenomen wordt. Dus het is nogmaals een full service oplossing die wat dat betreft de organisatie en daarmee jullie dus ook als DigiCoach volledig zal ontzorgen. Mochten jullie daarin geïnteresseerd zijn, stuur ons een mail en dan zullen we uiteraard daar zo snel mogelijk met elkaar over in gesprek gaan. Even kijken, wat mij betreft even de volgende. Ja, dan hebben we nog eventjes een aanvullende. Vanaf januari start DigiFit ook met een training digitale vaardigheden specifiek voor DigiCoaches. Ook vanuit de kennis en ervaring die we hebben in de sector, mede ook vanuit de contacten die we hebben met bureau Straks, hebben we ook moeten en kunnen constateren dat ook de DigiCoaches best nog wel eens een boost zouden kunnen krijgen op het vlak van de digitale vaardigheden. Nou, een uitgebreide training voor opgesteld. Kost niet zoveel tijd, maar zal jullie denk ik ook zeker helpen om je eigen digitale vaardigheden te verbeteren. Ook daarvoor ga naar de site digifit.nl om meer informatie te krijgen. Misschien dan toch nog even als laatste, Henk, even terugkomend op die TOSA-scan. Als er interesse is overigens om zelf als deelnemer nu aan dit webinar zo'n TOSA digitale vaardigheden scan te ondergaan, stuur dan ook even een mailtje naar peter@digifit.nl en dan zul je zelf ook zo'n scan toegestuurd krijgen. Vrijblijvend uiteraard. Henk, dan geef ik hem weer even terug aan jou. Ja, ik denk dat we een heel aardig inzicht hebben kunnen geven over hoe we zeg maar die rol van de DigiCoach kunnen versterken. En ook die DigiCoach een regisserende rol kunnen geven. Ik ben heel benieuwd welke vragen er zijn. Jelle, jij hebt het overzicht.
Ja, ik heb hier het overzicht. Ik heb nog, ja, ondanks het al aardig aan de tijd inmiddels, maar ik heb eigenlijk nog twee vragen die ik er nog even in wil schieten. Allebei gericht aan jou, Henk. De eerste vraag, ja, vraagt iemand, hoe krijg je nu de medewerkers zover dat ze deze tool, de performance suite, ook daadwerkelijk gebruiken? Ja, ik denk een hele relevante en goede vraag. Wij lopen er in de praktijk ook tegenaan. Het is niet vanzelfsprekend. Als je kijkt naar de implementatie, dan is dat niet alleen technisch het werkt en we hebben de content gemaakt, maar je zult de gebruiker hier ook in mee moeten nemen. Ook zeg maar je digicoaches en key users en eventueel management moet je hierin meenemen. Nou, daar hebben we specifieke sessies voor ontwikkeld. We hebben een video ontwikkeld waarin ook naar de gebruikers de meerwaarde wordt getoond en hoe ze het moeten gebruiken. Dus je moet die gebruikers wel in meenemen. Dus niet iets van wat vanzelfsprekend is. Ja, nee, duidelijk. En dan heb ik nog een vraag. Ja, hoe werkt de sinaasappel, of in ieder geval deze oplossing op iOS? De web access die ik heb laten zien, die werkt gewoon in alle omgevingen, omdat het in feite een weboplossing is. De quick access, die maakt gebruik van bepaalde technologie. Om inderdaad zeg maar die context te kunnen herkennen en schermen naast elkaar te tonen. Die technologie wordt helaas niet door iOS ondersteund. In feite is dat gebaseerd op Windows technologie. Ja, nou dan heb ik nog eentje afsluitend aan Peter. Vind ik toch wel een goede vraag om nog even mee te nemen. Vragen die achteraf nog komen, stel ze achteraf nog gerust. We krijgen zo de contactgegevens, maar deze vraag nog even aan jou, Peter. Mijn ervaring is dat digicoaches niet zozeer meer training nodig hebben op het vlak van digitale vaardigheden, maar wel op het vlak van coaching. Bieden jullie daar ook trainingen voor aan? Nee, coaching dat wordt aangeboden door Bureau Strax. En vandaar ook de samenwerking die we op dit vlak hebben met Bureau Strax. Dus mochten jullie inderdaad meer coachingsvaardigheden daarin getraind worden, dan kun je dat het beste via Bureau Strax aanvragen. Ja, nee, duidelijk. Dan kunnen we, ja, ook gezien de tijd, het is nu 11:48, dan stel ik voor dat we deze webinar toch gaan afsluiten. In ieder geval iedereen ontzettend bedankt voor de interesse en ook voor de aandacht. Veel mensen zijn toch nog steeds blijven hangen tot dit moment, dus dat is heel positief. Ik zie nog een aantal vragen binnenkomen, ook wat technische vragen. Die gaan we achteraf nog beantwoorden persoonlijk aan deze desbetreffende personen. Daarop sluitend, nogmaals iedereen bedankt voor de aandacht en een prettige dag. Hier de bronnen nogmaals, zowel de webinar, de opname daarvan wordt achteraf verstrekt, zo ook de bronnen en zo ook deze presentatie. Ja, en dan sluit ik deze webinar af en wens ik iedereen een prettige dag. Fijne dag. Dag.